Hallo beste kijkers van Denaden, welkom bij weer een nieuwe COD Woensdag. Dit is COD Woensdag 17 en we spelen zoals jullie zien Modern Warfare 3. Ik speel een potje Domination op de map, weet ik niet uit mijn hoofd, want het is natuurlijk echt heel erg lang geleden dat ik Modern Warfare 3 speelde. We spelen met de G18 Suppressor op dit moment en ik heb een MP7 als primary weapon. En oh shit, dat gaat heel soepel hier. En zoals jullie zien heb ik echt heel veel problemen met het internet vandaag. Want alles glitcht en ik heb net ook al een paar keer COD 4 proberen te spelen. Toen kreeg ik steeds connection interrupted. En dat gebeurt hier eigenlijk ook, maar dan niet in de vorm van connection interrupted, maar gewoon in geglitchte poppetjes en alles. Dus we moeten maar eventjes kijken wat gaat lopen. Maar goed, we spelen potje Domination en dus met de submachine gun MP7 en ik heb een G18. Als super suppressor gun als tweede wapen. Ik speel niet met killstreaks, maar met die super points of zo wat Modern Warfare 3 had. Even kijken, dan krijg je extra perks wanneer je kills maakt. Dus in plaats van dat je een radar of een hoe heet het, predator missile krijgt, krijg je nu marathon pro of zo, dat soort dingen. Dat soort dingen die Modern Warfare 2 ook had, gewoon extra perks. Nou, de match gaat weer verder. Oh, we hebben hier twee enemies. En we zijn dood. Het gaat allemaal erg snel. En het is zo irritant dat het de hele tijd hapert midden in de actie, want dan kan ik niet echt goed spelen. Ik heb... Wow, dat bedoel ik dus. Nou sta ik weer binnen en net was ik buiten. Het is zo irritant om met dit te spelen. Nou goed, terwijl ik deze gameplay speel, zal ik eventjes wat vertellen over de COD Woensdag. Dit is COD Woensdag 17 en zoals ik heb aangekondigd voordat ik eigenlijk een weekje naar de camping ging met mijn vriendin, zou ik met subs gaan samenspelen. Dat is iets wat jullie al heel lang willen en dat ik ook al heel lang wil doen met jullie. Dit gaat heel erg soepel weer en we zijn dood. Terwijl ik hem toch echt wel naïef in zijn rug. Maar dat wil ik dus al heel lang gaan doen met jullie en ik denk dat ik daar binnenkort mee begin. Ik ga het aanpakken door alle comments te lezen op de COD Woensdagen. Dus alle mensen die hebben gezegd van nou ik wil meedoen, dan begin ik bij de allereerste comment helemaal onderaan. En die gast die stuur ik een persoonlijk bericht en daarbij bespreek ik een datum en vraag ik wanneer hij kan opnemen. Het moet natuurlijk wel voor woensdag, want de video moet voor woensdag klaar zijn om op woensdag geüpload te kunnen worden. Dus ja, ik denk dat het handigste is om in het weekend op te nemen op een maandag of uiterlijk een dinsdag. Maar dat moeten we dan maar eventjes kijken. Ik vraag dan wanneer je beschikbaar bent en ben je niet beschikbaar of geef geen antwoord, dan bericht ik de volgende. En zo wil ik eigenlijk gewoon met meerdere subs gaan samenspelen. Wat je nodig hebt, dat zal nu in de video ook qua tekst onder in beeld staan. Je hebt sowieso, lijkt me heel erg logisch, een Call of Duty nodig die een beetje goed werkt. Dus niet dat je zegt van ja, ik speel Call of Duty, maar ik kan het niet. Dan hoef je ook niet mee te spelen, want dan heb ik geen zin om met jou te gaan spelen. Klinkt misschien heel grof, maar... ja, je moet wel een beetje Call of Duty kunnen spelen überhaupt. Dat je weet hoe je rondjes draait en überhaupt schiet. Daarnaast moet je natuurlijk over een headset beschikken. En dat kan wel eens een probleem zijn voor sommige mensen. Je moet goed verstaanbaar kunnen zijn en niet als een retard klinken met gerommel op de achtergrond. Of gekraak of een headset die gewoon niet goed werkt. Dat ik je wel versta, maar weet je, dat is gewoon super irritant. Dus je moet een goede headset hebben. En als derde puntje moet je Skype hebben. En dan denk je, waarom Skype? Nou, wij nemen dus die dubbele stemmen op via Skype en niet via PlayStation. Dus in plaats van dat we contact hebben via de headset chat op PlayStation, hebben we contact op Skype. En die conversatie die neem ik op met Fraps. Dus je moet over Skype beschikken. Misschien is dat ook een punt dat jullie denken, oh, nou wil ik niet meer. Dus ik ga ook echt in het bericht wat ik naar je toestuur, dan zeg ik van, nou, wanneer kan je? Ik wil die dag opnemen. Heb je een headset? Ben je goed verstaanbaar? Heb je die Call of Duty? En heb je Skype? Dat zijn toch wel de belangrijkste punten, denk ik. Ik hoop dat ik niets oversla. Daarnaast, als je natuurlijk met mij wilt samenspelen, heb je ook mijn accountnaam nodig. En dan wil je natuurlijk mij kunnen toevoegen. En mijn vriendenlist, of mijn vriendenlist, ja, ik gecombineerde woorden. Mijn friendlist zit heel vaak vol. Dus dan moet ik eventjes iemand verwijderen en dan gewoon voor jou plaats maken, zodat je kan meespelen met mij. Dus je moet echt wel aan bepaalde eisen voldoen. En het klinkt echt heel erg zo van, yo, ik ben dagelijks HD en ik kun je af in de eerste 3 seconden. Maar dat is niet zo. Ik ga gewoon ja, een beetje, jullie weten, ik ben niet al te moeilijk. Ik ga gewoon aardig tegen jullie zijn en ik geef jullie een kans om mee te spelen. Maar verkloot je die, ja, dan is het toch wel je eigen schuld. Want ik heb niet engelen geduld, dat had ik wel. Maar als ik zie wat voor mogolen er op YouTube zijn, dan
Dat was een telefoon. Als ik zie wat er voor mongolen er op YouTube zijn af en toe en wat voor retarded comments ik krijg, dan denk ik van ja, er moet wel een beetje eisen gesteld worden en een beetje regeltjes zijn, want anders is het net alsof er een Jostie bijeenkomst in een lobby is. En dat is ook niet de bedoeling. Dus, ik geef jullie de kans om met mij samen te spelen. En ik wil niet doen alsof ik een of andere, weet ik veel, prins... Oh nee, we zijn nu koning Willem-Alexander. En ik super bekend of beroemd ben en wow, je hebt maar één kans om met mij samen te spelen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Gewoon, voor de mensen die het willen, die kunnen met mij samen spelen. Maar je moet wel een bepaald aantal eisen voldoen. En niet, ook een goed punt, niet al te, hoe moet je het zeggen, bang zijn. Je moet je bedenken dat je gewoon maar een spelletje speelt met een normaal mens. Ik ben ook maar een normaal mens hoor. Ik ben niet of zo, ik ga niet opeten op Call of Duty. En er zijn heel veel mensen die mij een bericht sturen, maar ja, maar man, ik heb een piepstem. Ja, boeien. Ik bedoel, Julia, dat is mijn vriendin, die heeft een broertje. Die is 12 en die wil ook super graag video's met me maken. En het eerste wat hij zegt is, ja, maar ik heb zo'n piepstem. Ja, maar dat boeit niet, want dat is logisch als je 12 bent. Dus maak je daar gewoon niet druk om. Je doet gewoon met me mee. Ik heb al eens eerder een COD woensdag gemaakt samen met Rob Mulder en Michael Hermsen, als het goed is. En die gasten maakten zich ook zo fucking druk om hun stem en om alles. En Jezus, weet je hoe leuk die video's zijn geworden? Ze zijn hartstikke goed bekeken. Jullie hadden geen overdreven haters of dislikes. Mensen vonden het juist leuk om andere mensen in de lobby te zien. En ik vind gewoon dat jullie je niet zo druk moeten maken om dat soort kleine dingen. Even denken of ik niet iets oversla, want er zijn best wel veel dingen die ik moet zeggen voor een COD woensdag opname met subs. Ik wil ook gewoon graag dat jullie die shit aan mij overlaten en dat ik bepaal wanneer we opnemen. En dat ik jullie gewoon een bericht stuur en kan je niet, ja dat is jammer, maar dan komt het de volgende keer goed, weet je. Ik wil niet dat jullie op alle mogelijke manieren gaan spammen. Dus onder elke video zeggen, wanneer gaat het nou gebeuren? Of wanneer doen we dat? Of kan jij op die dag of op Facebook gaat lopen spammen? Want daar heb ik echt geen trek in. Ik kies gewoon een dag, zeg maar. En wanneer we allemaal kunnen, kan jij niet, dan gaan we een ander dagje zoeken. En kan je echt helemaal niet, dan zoek ik een andere persoon. Dus weet je, je komt echt wel aan de beurt, maak je niet druk. Maar ga alsjeblieft niet lopen spammen, want dan word ik echt scheidziek en verneuk je ook je kans. Dus doe dat vooral niet. Nou, ik denk dat ik nu toch wel genoeg heb besproken over de COD woensdag met subs. Alles wat ik nu heb verteld geldt ook hetzelfde voor Battlefield woensdag. Ik zal dus ook een Battlefield woensdag gaan maken waarin ik hetzelfde bespreek. Want ik denk dat de mensen die van Battlefield houden COD woensdagen niet kijken. Dus kijk je wel allebei de series dan, ja, dan hoor je het dubbel. Maar het is wel eventjes nodig, anders snappen mensen niet wat de fuck er aan de hand is. En hoe je met mij kan samenspelen. Nou, naast dit allemaal wil ik ook nog iets anders doen voor COD woensdag. Ik wil niet elke COD woensdag met subs gaan spelen, want dat is onmogelijk. Jullie horen hoeveel er voor nodig is en hoeveel planning er voor nodig is. Dus het is onmogelijk gecombineerd met mijn andere video's en series om elke woensdag met subs samen te spelen. Vandaar dat ik jullie een soort van opdrachtjes wil geven. Geef mij een challenge of zo. Zeg van, nou, ga met die gun spelen. Of doe dit, doe dat, doe dit, doe dat. Ik had mensen dat al deden bij de Battlefield woensdag. Die gingen vragen van, maak zo'n kill met zo'n super bot. Weet je wel, zo'n soort van equipment als je als een sniper speelt. Dan heb je zo'n soort sentry bot die kan rondvliegen. Maar daar kan je ook kills mee maken. Dat is super moeilijk. Dus dat is wel echt een challenge die ik dan ook wil gaan doen. Het liefst wil ik dat ook de eerstvolgende Battlefield woensdag gaan doen. Dus dat soort dingen zijn leuk om deze serie origineel te houden. Want anders is het altijd maar, kan het niet, kan het niet. Daarnaast wil ik ook gewoon afwisselen tussen verschillende Call of Duties. Van Call of Duty 3 tot aan Black Ops 2 die nu uit is. Dus dan heb je Call of Duty 3. Call of Duty 4. Modern Warfare 2. Ja, dat klopt, want het is Call of Duty natuurlijk. Call of Duty 4, dan kwam Call of Duty Modern Warfare 2, weet je. Al die series. We hebben nog Call of Duty World of War, die ik wil gaan spelen. We hebben Modern Warfare 3. Dan hebben we Black Ops 1 en Black Ops 2. Dus het zijn me genoeg games, lijkt mij, waarmee ik vette COD woensdag filmpjes kan gaan maken. En natuurlijk om niet te vergeten, want ik weet dat ik dat heel vaak wel vergeet. Dat heb ik nu onthouden, wil ik zombie gaan spelen. En zombies kunnen ook samengespeeld worden met subs. Ik heb geen downloadable content. Ik hoop niet dat dat een probleem voor jullie is. Maar ik ben niet een persoon die geld gaat uitgeven aan geldhoeren als Activision. Vroeger deed ik dat wel, maar nu ben ik gewoon achtergekomen dat het niet nodig is. En de maps echt te slecht zijn voor 15 euro. Ik heb het er echt niet voor over.
Dus ik heb geen downloadable content. Dat, ja, we spelen dus altijd op de standaard maps. Dit is eigenlijk alles wat gezegd moest worden. We zitten zo in de laatste minuten van deze gameplay. Het was een moi gameplay, maar dat is ook wel te zien aan deze kut internetverbinding die ik heb. Ik echt, Julia die heeft me volgens mij de hele avond over internet horen zeiken. Maar ja, het was gewoon rottig. Ik was de hele tijd connection interrupted. En nou, dan zien jullie het, dit potje. Dan is het niet connection interrupted, maar dan is het zo'n half geglitchte game. Met soms goede internet en soms niet. Nou, jullie zien dat ik een redel... God, gaat goed. Dat ik een redelijke stand haal. En dat was heel moeilijk om uit te spreken. Het is dus niet een topstand, maar ja. Ook niet heel slecht, vind ik, voor de server connection en... ja, voor de eerste keer bij Modern Warfare 3. Dus ik hoop dat ik duidelijk genoeg was. Ik heb al mijn dingen verteld die ik wilde vertellen. Zombies, COD woensdag, elke COD woensdag en met subs samenspelen. En elke game van COD spelen. Dus het was een hele mond vol. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Vergeet dan niet te liken. Vergeet ook niet eventjes te abonneren. Dit was COD woensdag 17. En ik spreek je in elke nieuwe video die ik maak. Later. Hallo iedereen. Welkom bij een stukje... extra gameplay van deze COD woensdag. Ik speel hier samen met Julia Transit. En dit is de allereerste keer dat Julia ooit in haar leven zombies doet. En dit is ook de allereerste keer dat wij het samen doen. Dus dat belooft iets heel leuks te worden. Ja! Ja! Hart klopt in mijn keel. Waarom? Echt? Ja. Hoezo? Weet ik niet. Moet je horen hoe eng je zit. Oké, ik ben boven, jongens. This seems like an obvious challenge. Kijk deze gast hier staan, je moet ze knijpen, zo. Welke? Welke? Er staan er maar een paar zombies. Kijk hier achter je. Oh jee. Wat? Ja, je moet schieten. Nou ja, op het begin, je moet het beste is om je ammo nog niet te verneuken. Oh. Om gewoon te knijven. Oh, bah! Knijven. En naar achter. Je moet dus... Wat je moet doen, is zo knijven en dan naar achter. Want anders hitten ze je met je arm. En je moet de barrières waar ze uitkomen, die moet je weer dicht maken. Want anders zijn ze zo snel mogelijk binnen. Oh, dus die is weer dicht? Ja. En dat geld wat je ziet rechtsonder, jij hebt 1070, ik 1320. Zie je dat? Ja. Daarmee open je deuren en kijk maar hier. Bolt kost 17 of 750. Oké, ik heb zweethandjes. Ja, vind je het gek, je bent bang. Maar wat moeten we hier nu nog doen dan? Nou, je moet de barrières in de gaten houden. Kijk, hier staan de zombies. Kijk, we gaan nu naar level 2. Oh. Daar links, zie je? Het eentje verandert naar de 2. Hoor, ronde 2 is het eigenlijk. Niet level, ronde 2. Oké. Ah, ze zijn hier. Je moet ook gewoon op ze schieten, hè? Waarom zijn ze het stil? Ja, en nou ga ik in een soort van extra combo ding. Je hebt nu keer 2 punten, snap je? Okay. Je moet best wel hard praten, de letters dat is volgens mij best wel ver weg. En hoe moet dit weer dicht? Vierkantje gedrukt houden, dat staat erbij ook. En daar gaat geld van af of geld bij? Nee, als je het dicht doet, dan gaat het erbij. Oké. Okay. Waar komen alle zombies vandaan? Uit die ramen. Ja, maar het is elke keer iets anders. Nee, het is nooit iets anders. Wel, want ze komen hier vandaan. En daar vandaan. Elke keer een ander raam, ja, maar dat is toch ook logisch? Maar ik zit ook te kijken of ze hier vandaan komen. Maar hier komen ze nog niet vandaan. Nu wel. If my calculations are correct, this should be the final piece of this puzzle.
Hier, wat je nu waarom kan doen. Waarom gaat hij niet dood? This seems an ideal wat je nu kan doen, is een ding van een tafeltje pakken. Kom eens. Waar? Ja, maar hier zijn zombies. Er is genoeg voor je om dit oude man te zetten. Ga dood. No, ik ben dood. Let us go forth together. Ik ben dood. Keep all of them away from me. En ik ook straks, ja. Fortune favors the bold, friend. Wanneer kan ik opstaan? Ik heb geen ammo meer. Take your relaxation periods where you may. Wanneer kan ik opstaan? Oh jee. Schat, ik heb geen ammo meer. Hoe moet ik dat doen? Schat, je hoeft niet steeds vragen te stellen. Je bent dood. Ik moet je reviven. Omdat het hier zo druk is, kan ik je niet reviven. Ik word steeds roder. Ja, godsamme, je bent dood. Mogol. En ik moet je heppelen. Kijk, nou kijk je naar mij. Ik moet even die zombies killen. Nou heb ik een kaboom. En wat is een kaboom? Nou, kaboom. De zombies ontploffen, daar ben je weer. Oh. Ik heb ook een insta-kill. Als je een insta-kill hebt, ben je in één hit. Hier, je moet deze verkopen. Klaar? Kom maar, naar mij toe. Waar ben je? Hier, hallo. Hey. Jij staat in het vuur. Kijk uit. Hier, koop dit van de muur. Oké, nu mee. We gaan de bus in. Oh, ik vind het nog in de vuur. Kom je? Ja. En nu? Moet je hier ook... Kijk, de bus gaat nu rijden. Komen hier ook zombies in? Ja. Dude, rij! Deze moet je ook dicht doen. Okay. Je kan erbij staan. Je staat gewoon heel de stil, je zit niks te doen. Oh, not close. Ja, doe inderdaad hier maar dicht. En kijk hierachter, je moet nu door het achteraan kijken. Oh shit, ze zijn gewoon binnen. Binnen? Ja. Play on, bitch. Ziet niet, kijk deze chauffeur trouwens. Dat is een zombie. Wow, kijk hem. Zombie robot. Ja, ze zijn hier achter aan het rennen. Zombie robot? Ja, kijk dan achter je. De chauffeur. Hallo? Dood? Jawel, maar er kwamen zombies, dus ik ging schieten. Maar ik heb de chauffeur gezien hoor. Ja, dat is een zombie robot. Een robizombot. 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 What the fuck? Heb ik van nou? Help! Ja, wat ik ben aan het helpen, ik schiet de hele andere kant dead in. Ze zijn binnen! Ja, loop dan weg. Jezus, je bent echt een chaos stichter man. Hier, kijk, zie je hier in het plafond? Ja. Koop deze, kost maar 1000. We moeten trouwens naar buiten, hè? Oh, ik ben alles aan het dicht doen. Ja, voor straks rijdt de bus weer weg. Als hij gaat toeteren, dan rijdt hij weg. Oh, Mongolia. Je bent echt een downie, hoor. Een uur in een fik staan. Ja, maar ik kon niet verder. Hé, hey, lava, laat ik erin staan. Als dit geen geniale 9 minuten worden, dan weet ik daar niet. Ik kom hier ook niet langs. Ik heb alleen wat weggeklikt, hoor. Oké. Okay. Ah, oh, dat is gewoon vet bang. Oké. Okay. Hier, vermoord deze dier. Waar? Waar? Hier, je moet je terug. Kom eens mee trouwens, ik weet iets leuks. Dood? Je bent wel echt, als je hier al dood van gaat, hè? Oeh. Kom eens mee. Kop. Kom eens mee, ik weet iets leuks. Almost. Wat ga je doen? Dan rennen we hierin. De vocht. Nee. This is the best route to where we are going. Nee! Give him my star! Ik ben dood! I have no more carrying capacity for ammunition. Oeh, that is a good thing. Oh jee, ze komen en uit de grond. Oh my god. Zeg je het? Ja. Wegwezen daar, wegwezen daar. Nee! Ja, op je stuurknuppeltje. Oh, je rechterstuk. Oh ja, gaat dat goed.
Lang me weer leven! Luna is wel echt pro, ja. Hé, hey, ik dacht dat jij het was. Oh ja, dat is een goede idee. Wat is dat voor dan? Ik heb het blijkbaar. What the fuck loopt mijn character nog steeds te gillen? Waarom heb ik, kan ik niet meer schieten? Ik ga dood, schat! Ja, ik weet niet dood, maar ik kan je niet helpen. Wat dacht je, dat deze groep gewoon zo hier voor de lol stond? Ja, maar waarom ga je ook hierheen? Nou, om jou wat te laten zien. En ik ben dead. Oh shit, de bus vertrekt. I'm so to death man. Wanneer ben ik weer levend? Als de volgende ronde weer begint. En weet je wanneer de volgende ronde begint? Wanneer de zombies dood zijn. Hier, ik ben dood. Alle zombies moeten steeds dood voordat de volgende ronde begint. Okay. Maar goed, dit was eventjes 10 minuutjes met Julia. Een introotje van onze zombie video's die we ooit misschien gaan maken. Want dit is echt een hoogtepunt. Bedankt voor het kijken naar Zeden Woensdag 17. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Vergeet niet te liken, te abonneren. En Julia, doe je geile outro. Geil? Tot de volgende keer. Oh, wat was dat geil. Doei!